Oké, dit is zo erg. Oh, dit is zelfs een XS, besef hoe groot. De mensen die ons vroeger volgden. Pretty. Oké, ik ga dus ook zo'n garnalenkussen maken. Daar heb ik garnaal. Maar ik heb dus Dr. Martens gekocht. Ik ben er echt super blij mee. Isabel! We hebben echt heel, we hebben 140 euro nu. 140 euro. Wat? Vloggen dat we dronken gaan. Yeah. Ever. Dezelfde. Nee, we gaan geen seksvragen doen. Kijk toch naar mijn 40-jarige wijven. Die mogen we maar niet lezen. Fiona! Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ja, dit is weer een nieuwe weekvlog. De vorige weekvlog was een beetje all over the place door kerst. En ik zat gewoon niet zo lekker in mijn vel, toen werd ik een beetje ziek en dit. Nou, je hoort nog steeds dat ik echt verkouden ben. It sucks, maar we gaan er het beste van maken. Ik heb dit nieuwe shirt aan van Daily Paper. Die heb ik gekregen van Roxanne, een vriendinnetje van mij. Echt super lief. Ja, kom maar aan. En ik ga zo meteen even shoppen met mijn moeder. En ik ga Dr. Martens kopen, want ik wil die echt al zo lang. En ik ben echt super verkouden. Het is echt niet normaal. Maar het gaat wel steeds beter. En ja, ik heb dus deze trui aan. En die is gewoon zo. Dit is zelfs een XS, besef hoe groot. En dan heb ik gewoon deze legging erbij aan. En ik moet nog even schoenen aandoen. Ik denk gewoon iets van sneakers. Oh my god, ik kan echt niet praten. Ik kan echt niet praten, oh mijn god. Maar ik ga nu, want het is 1 uur. En, wow, ik had zoveel geslapen. Zo, lekker zonnetje. Ik had trouwens zoveel geslapen vannacht. Ik was gisteravond zo moe. Het eten viel meteen in slaap om 7:30. En toen werd ik wakker. Vanochtend om 9 uur. Dus ik heb zo lang geslapen als nu nog. Oké, moeder roept me. Ik ga. Maar zo ziet de outfit eruit in de spiegel. Gewoon super simpel, maar dat is altijd wel handig. Met shoppen. Oké, top. Oké, het is weer een super slechte vlogdag. Gisteren was ik super ziek geworden opeens. Na het shoppen. Het is nu volgende dag. Het is oudjaarsdag. Het is 6 uur en ik ben nu pas weer een beetje opgeknapt. Maar ik heb gisteren superleuk Dr. Martens gekocht. Die heb ik nu ook aan. Ik heb deze met dit leer. Zo blij mee. Ik heb ook nog geshopt. Nou, dat was allemaal niks. Ik kon niks vinden. Ik zie ook niet uit. Ik heb geen make-up op. Wel heb ik bij de Hunkemuller nog een hele mooie BH gekocht. En 3 strings, maar dat laat ik zo even zien. En ik ga nu koken, want mijn moeder is dus heel erg ziek. En ik ging naar boodschappen doen met mijn vader. En toen kregen we gewoon 2 zakken met oliebollen mee. Want ja, het ging sluiten. En zeiden, ja, we hebben fucking veel oliebollen over. Dus we willen jullie ze hebben. Dus hij, nou ja, prima, weet je, geef die oliebollen maar. Maar ik ga allemaal hapjes maken en soep. Ik ga nu broccoli roomsoep maken. En ik heb allemaal lekkere dingen gehad voor hapjes en zo. Dus dat is super leuk. En ik ga lekker een voorgerecht maken met Hollandse garnalen en avocado. Oké, ik ga dus ook zo'n garnalenkoekje maken. Daar heb ik garnaal, bosui, sla. Dan ga ik een whisky saus maken. Met whisky natuurlijk. En dan ga ik het hier maken. En dan heb ik nog avocado. Dat is altijd lekker. Ik ben nu de broccoli ook aan het koken. Voor de soep. Daar heb ik ook een uitje voor vast. En ja, daar gaan we even mee beginnen. Het is echt heel erg, maar het is weer de volgende dag. Ik heb gisteren oud en nieuw gevierd. Alleen ja, ik was best wel ziek. En mijn moeder ook. En het was, ja, was echt wel gezellig hoor. Maar het was echt wel gezellig hoor. Maar het was gewoon heel rustig oud en nieuw. En ik ben nu wel iets beter. Ik ben al iets meer opgeknapt. Ja, ik zou nog kijken. Laten zien wat ik gekocht heb. Maar ik heb dus Dr. Martens gekocht. Ik ben er echt super blij mee. Als eerst deze hele mooie BH. Pretty. En ja, verder gewoon 3 strings. Niet zo bijzonder. Want er was korting. Dus dat is altijd chill. Morgen moet ik terug naar werk. Oeverdag te doen van werk. En
ik moet mijn kamer opruimen, want het is weer één teringzooi, niet normaal. Ja, ik kan nog steeds mijn vlogs niet editen. Ik word er niet goed van. Want ja, die adapter is nog steeds niet binnen. Maar dat komt nu gewoon door, ja, door de feestdagen en zo. Is het gewoon drama. Bij MakeProPro heb je alleen zulke aansluitingen. En geen USB en ook geen SD-kaart aansluiting. Dus daar moet je een adapter voor hebben. En ja, die is dus kapot gegaan. En niemand in de buurt hier heeft zo'n adapter. Oké, dit is zo erg. Ik moest vandaag naar werk toe. Ik had namelijk een overdracht van mijn werk. Ging allemaal super goed. Ik voel dat ik helemaal weer in mijn energie zit. En goed in mijn vel. Ik ben helemaal niet meer ziek. Dus dat is top. Ik ga zo meteen lekker naar boven toe in de jacuzzi. Morgen ben ik nog vrij. Ik heb lekker een lang weekend. En dan maandag weer werk. Nog één maand stage. Echt super jammer, want ik vind mijn stage echt heel leuk. Ik wil eigenlijk helemaal niet weg. Ik ben zo druk. Ik weet echt niet hoezo. Maar en ik ga morgen trouwens uit. Ik ga naar Chin Chin. Als het goed is. Ik ga even verder met editen. En dan ga ik zo meteen naar boven toe. Goedemorgen, want het is vandaag vrijdag 3 januari. En ik ga zo meteen lekker lunchen met Isabel. En mijn haar zit helemaal niet. Ik ga zo lunchen met Isabel. Super gezellig. Vanavond ga ik uit, zoals jullie weten. Ik heb me net even opgemaakt. Ik ben nog steeds verkouden. Ik word er niet goed van. Nou ja, ik heb in ieder geval deze weer aan. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Want als ik deze aan heb, krijg ik er super veel vragen over. En deze legging gewoon. En ja, ik ga gewoon iets van laarsjes eronder aan doen, denk ik. En ja, ik moet even Isabel bellen trouwens. Want ik heb haar nog helemaal niet gesproken vandaag. Oh my god. Hey, hoe laat spreken we eigenlijk af? Oké. Okay. Ja, is goed hoor. Ja, ik ga nu even andere nog twee vlogs editen. That's my life. Ik zit bij Isabel in de auto. Hallo. Long time no see. Ja. Voor jou. Ja, 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 voor de vlog. En we gaan lekker lunchen. Ik heb nog niks gegeten, jij? Ja, ik één broodje vanochtend. Ja, het is 2 uur. Maar ja, ik heb echt geen honger eigenlijk. Nee. Dus, kijken. Ja, dat ik er zit te vloggen. Ik heb voorrang, hoor. Maar het is niet. Nou, ik krijg niks van mijn verkouden. Maar ja, we gaan lekker lunchen. Ja. Als je dan daarna terug even langs mijn huis. Ik heb ja! De vloer ligt erin. Ik ga de vlog laten zien. Ja, ja, Isabel, die woonde vroeger naast mij. Voor de mensen die ons vroeger volgden, krijg ik best wel vaak comments onder mijn video. Hè, van ja, ik volg jou en Isabel echt al zo lang en zo. Ja. En ik weet nog, want vroeger, echt 3-4 jaar geleden, vlogden wij elke dag. Ja, gewoon elke dag. En ja, best wel veel mensen keken dat dus blijkbaar, want ik krijg nog steeds comments erover. Ja. Maar ja, dan Isabel woonde vroeger naast mij, voor de mensen die dat weten. En toen ging ze verhuizen en nu woont ze al, ja, best wel een tijdje. Twee jaar al. Ja, 2 jaar al, ja. Ik ben al 2 jaar verhuisd naar een kutplek. Ja, maar ja. Dus, maar nu komt ze weer, zeg maar, terug bij ons verhuizen waar we wonen. Ik woon ze nu ook niet ver weg, maar het is, zeg maar, niet in het dorp waar we wonen. En gewoon... En ze gaat zo'n mooi huis krijgen. Dus ja, ik ga het laten zien en dan superleuk. Ja. Oh, ik heb een super lekker broodje bavette, een soort biefstuk. Het is wel een broodje kippendij, maar we gaan het lekker delen en frietjes en helemaal lekker. Zo lekker. Zijn er? Zo mooi! Het is echt niet normaal. Echt bizar. Hey! Oh mijn god, ik heb het echt nog niet zo gezien. Hey. Hallo! Hallo! Kan ik dit? Nou, wat goed! Dit is de track. Meid, laat het allemaal eens zien. Heel mooi. Ja. Waar komt de kookplaat dan? Die zit hieronder. Oh. Isabel! Nou, wacht. Ik ga even hier staan, dan kan je het goed zien. Nou, hier is de woonkamer en zo. Hele mooie keuken. Het is echt super zielig, maar mijn moeder is echt zo ziek. En ze is echt al heel lang en ze wordt maar niet beter. Ik
Kijk, dit is trouwens het ding wat ik had gekregen voor kerst. Super chill. Ik vind het zo raar dat het 2020 is. Ik weet niet, ik ben er echt nog niet aan gewend. Ik heb dat altijd. Maar ik zit zo vol van het eten. Het was trouwens echt super lekker. Dus echt heel lekker. Het is nu 5 uur en ik moet over 1 uur en 1 kwartier weg. Dus ik moet me zo meteen mijn spullen gaan pakken, me omkleden. Ik ga denk ik daar mijn make-up doen. Ik ga nu even heel snel even wat editen en dan ga ik me klaarmaken en zo. Oké, jongens, ik zit in de auto. Wacht even. Ik moet nu echt, nou, wat zal het zijn? Heel lang op de snelweg. Het is echt, denk ik, echt 30 minuten dat ik in 1 stuk door nu op de snelweg moet. Like, voor het eerst nu eigenlijk dat ik zomaar zo groot stuk alleen ga rijden. Maar ja, het gaat eigenlijk super goed. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ik ben veilig aangekomen. Niet dood. En het ging super goed. Ik ben echt super trots op mezelf. Maar hoeveel krijg je per ding? We zijn nu bij Diona thuis. En we gaan sushi bestellen. 2. Hoeveel willen we er? Een keer zaten we in Cannibal. Ja, toen waren we al... Kleine land. Ja, ik bleef bij mij altijd zo aanstaan. Nu komen er geen leuke dingen. Zet hem daar neer. Ja. Dan spoel je het door. Dan. Ik neem ook gewoon een sushi rol. Ja, ja. Okay, ja. Die heet iets van Peaky of zo. Nee, Ebi ten Poele. Zo'n longkaas. Oh, ook lekker. Die gaat erbij. Ik heb maar uitgehaald met al. Beef, komkommer, bos uit, pijnboom, pitten en truffel mayonaise. Nee, die van mij niet. Nee, dat is heel lekker. Girl. Ja, wat ik ben er echt heel. We hebben 140 euro nu. 140 euro, dat kan ik. Ik heb er niet zo weinig. Nee, nee, nee. Met avocado erop. Erop. Erop, ja. Ja, haal die tempura weg. Dus ik ben hier voor de vorige eten. Dat was toch ook een... Nee, maar jij zei niet anders. Dat is ASMR. Oh ja. Oké, okay, je moet even onze outfits laten zien. Oké. Okay. Is je nog vorige keer? Stradivarius. Oh ja, zullen we even gaan dan? Ja, we gaan even laten zien wat we aan hebben. Ik ben heel overbelicht. Oké, nou, ik heb dit aan. Een rokje, panty, shoes. En van wat is het? Oh, deze is van Shein. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Deze beschrijving. Deze bralette is van de Vero Moda of van de Only. Dit rokje is van de H&M. En dat was het. Ja, dit is volgens mij ook van de Shein. Oh, dit. Hoe mooi. Het spectaculaire van het hele top. Heel mooi. En de broek is van Topshop. Schoenen zijn van Doc. Even. Ja, maar heb jij daar niet ontzettend veel pijn van? Ik heb het zoveel pijn. Ja, maar ik heb het dus niet hier. Nee? Ik heb het achter en ik had hier hele schaafwonden door de... Ja, maar ik doe alleen maar lange sokken aan, 2 lagen. Dan heb ik geen last van. Ja, ik heb maat 38. Ja, maar 38 was voor mij te krap. En die man zou ook in de winkel van als je dan gaat het niet. Oh, weg. Kut. Ja, ik heb een fout. Je fout, ja. Vanavond gaan we weer vloggen dat we dronken gaan. Yeah. Moeten we nog veel aan doen, want ik ben echt zo nuchter als een kanaal. Oh, dit is dus hier. Dit is ja. Een ik wilde dit net doen. Zullen we een Q&A doen met kijkertjes? Ja. Duimpje omhoog als wij de 10k calorieën challenge moeten doen. Ja, 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 inderdaad. Dat wil ik wel doen. Graag. Dat wil ik heel graag. Dus dat gaan we natuurlijk doen dan. Dus geef een duimpje omhoog. En als we... 10.000. Nee, dat haal ik nooit. Als we de 300 duimpjes omhoog hebben, dat ga ik echt nooit halen. Oké, dus als we 300 duimpjes omhoog hebben. Ja, nou. Doe maar gewoon. En anders, als we te enthousiast zijn. Dan doen we dat omhoog. Ja, komt het omhoog. Dat moeten we echt doen. Dat is zo grappig. Ik heb daar echt nul zin in. Maar dan moeten we gewoon ontbijten met McDonald's. Lunchen met McDonald's. We gaan never have I ever doen. Ja, dat wist ik niet. Ik vind het niet leuk. Hier, dirty. Nou, dat kost weer geld. Never have I ever me dezelfde. Nee, we gaan geen seksvragen doen. Ik heb toch nog maar 40-jarige wijven. Die mogen op mijn hart niet lezen. Hebben jullie ooit hier aan de deur gekocht? Nee. 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 Nu ben ik aan het filmen. Ga maar door met jullie gesprek. Ja, dat kan niet. Nou, ja, dit is zo mooi. Hoe dichtbij ben ik nu? Oh, ik weet niet wat ik deed. Kleine huig van Marel zien. Mag ik de fles? Oh ja, Marel heeft geen huig. Ik heb wel een huig. Ja, maar die bestaat niet. Kijk de kleine huig van mij. Oh, jij hebt echt een. Kut. Mag dit ah!
Ja, hier zie je dus, je ziet geen huig. Dat wacht maar, kijk geluk. Hier, snabbel. Dat zijn wij. En dit is onze spirit animal. Bloomman. En die ook. Die op een of andere manier ook. Dit is nooit ga. Oké, ik ga naar zijkant. Weet je waarom? Dan kan ik muziek regelen. Hallo. Hoi. Ja, ik heb ook geld. Oh ja, dit is top. Dit is helemaal top. Voelde je dat niet? Nee. Ik lichtte je aan. Echt? Ik voel dat helemaal niet. Oh, gekkerd. Ja, dat kan ik ook doen, baby. We zijn in de fotoboot met Diona. Wat is dit? Oh mijn god, ik vlog. Deze andere. Dit zijn wij niet. Dit zijn wij niet eens. Weer naar onder. Hoe lelijk. Hij staat al aan. In, maar ik heb ze ook geluid ook altijd in. Ik ging net gewoon even mijn kamer opruimen en dan vind ik het gewoon chill om muziek in te hebben. In ieder geval, het is inmiddels zondag. Gisteren was ik fucking brak. Ik heb letterlijk niks gedaan. Ik heb gesliept bij Diona. Toen werd ik wakker, ging naar huis. Ja, heb ik letterlijk niks gedaan. Ik heb alleen Isabel even gebracht naar uitgaan, want ik ging toch niks doen. Dus had ik even gebracht met de auto en... Toen ben ik gewoon in bed ingegaan en ga Netflix zitten. Vanochtend werd ik om 12:30 wakker of zo. Toen heb ik ook echt heel lang niks gedaan. Het is nu 4:15. En ik heb me nu pas klaargemaakt. Ik ging gewoon, toen ik wakker werd, lekker op de bank chillen. Wat gegeten. Net heb ik mijn hele kamer opgeruimd en alles. Dus ja, ik moet zo meteen even boodschappen doen. Voor hier in huis. Mijn moeder is nog steeds niet helemaal lekker. Dus ik ga boodschappen doen. En dat is het eigenlijk. Ja, het is echt geen bijzondere dag. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb een boodschap gedaan. En terwijl ik boodschap aan het doen was, zag ik dit. En ik had er zoveel zin in. Dus dat ga ik nu maken. Alright, het is inmiddels avond. Ik heb net gegeten. Ik ben nu de serie You aan het kijken. Seizoen 2. En het is echt sick gewoon. Ik zweer, wie deze serie heeft bedacht is echt ziek is. Maar het is echt niet normaal. Ja, dat ik hier bij gewoon een vlog wil afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. En natuurlijk te abonneren. Vergeet de notificatiebel niet aan te zetten. Want hierdoor krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video plaats. En die wil je natuurlijk niet missen. En geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie... Oh nee. Dat had ik... Vrijdagavond gezegd, je moet een duimpje omhoog geven als je wilt dat Marel en ik de 10k calorieën challenge gaan doen. Als jullie dat willen, moet je een duimpje omhoog geven.
En dan gaan we dat doen. Oké, dus nou ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!